Yo, beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardro. En ik heb jullie wat te vertellen. Maar ik moet terugkomen naar Twitch. Waarom? Ik ga het er zo meteen uitleggen. De meeste mensen van jullie die weten dat ik het afgelopen jaar, een jaar en een maand zelfs, op Kick ben gaan streamen. Waarom was dat? Op het einde had ik het moeilijk met vrije meningsuiting. Alles wat met politiek en al die shizzle-munizzle te maken had, was me even de strot uitgekomen. Ik denk dat heel veel te maken had ook met corona. En heel die tijd dat het allemaal een beetje een donkere tijd was. Ik denk niet enkel voor mij, denk dat ik voor iedereen mag spreken. Ik had het eigenlijk genoeg met op Twitch te streamen. Er waren heel veel meningen, heel veel bewegingen waar ik het niet mee kon hebben. Het werd door mijn strot gepusht en ik kon mezelf niet meer zijn. Dat in combinatie met te veel reclame, het feit dat het programma of het, beter gezegd zijnde, het platform Twitch heel weinig nieuwigheden te bieden had. En het bleef allemaal maar hetzelfde, want ze waren de enige in de game. En er gebeurde vrij weinig. Dus ik had echt niet echt potentiële groei meer. Ik zat eigenlijk vast met mezelf, met het streamen. Het liep niet meer hoe het moest lopen. Dus ik dacht, kom, we smijten even iets nieuw in de wereld. En we gaan op Kick streamen. En dat is ontzettend goed verlopen. Afgelopen jaar en een maand heb ik het daar ontzettend naar mijn zin gehad. Zelfs, ja, het was op alle vlak veel beter. Kijk, het is heel simpel. Ik dacht dat Kick het ging overnemen. Dat Kick updates ging pushen en ging vernieuwen en groter ging worden en dat meer en meer mensen het platform gingen vinden. Want ik vond het persoonlijk in het begin een heel goed platform om pas te bestaan. En er waren kleine updates en ik zag wel progressie. De eerste twee, drie maanden, liep dat heel vlot. Gingen mijn cijfers omhoog, ging mijn community de lucht in, groeiden we op alle vlakken. Wat heeft Twitch gedaan? Ik heb dat ook op de achtergrond altijd een beetje meegevolgd. Die hebben heel mooie innovaties gedaan. Op dit moment, Kick, niks. We zijn nog altijd aan het wachten op de supergrote update die Twitch omver zou blazen. Nu, ik heb mij heel veel grote Nederlandse streamers eventjes gesproken. Want ja, de Belgische scene is nog niet op dat niveau, denk ik dan. Ik had met heel veel mensen gesproken en die zeiden allemaal van, ja, Dardro, wat doe je daar nog? En ik was altijd zo van, ja, kom aan, deze gaat het zijn. Het gaat boomen, hè. Maar ik heb op het jaar en een maand niet echt veel volgers bijgekregen. In die zin dat de eerste maanden wel, maar dan stopten de nieuwe mensen. Want er waren geen nieuwe mensen. Er was eigenlijk gewoon de Dardro van enkele individuen en that's it. En na 3 maanden stopten de nieuwe mensen, want er waren geen nieuwe mensen. Met mijn community, that's it. Dus dan mogen die updates zo mooi zijn als het maar zijn kan. Maar groeien gaan we niet echt doen. We gaan terug naar Twitch gaan, omdat mijn agency ook een probleem heeft. Het is zo dat bedrijven de dag van vandaag niet in zee willen gaan met streamers die gepartnerd zijn op Kick. Want ja, we hebben onze verified gehaald. Dus we hebben eigenlijk onze partner van Twitch hebben we op Kick gehaald. We hebben maximaal gegrind. De eerste maanden ging dat zo hard. Uiteindelijk heeft dat mooi afgenomen. Wat dan een logische verklaring is. Want heel veel mensen gaan toch terug naar het vertrouwde, waar het wel in orde is, waar wel veel mensen zijn. En mensen vinden altijd elkaar terug. Grotendeels ook omdat er heel veel wordt toegelaten. Dus je met een wapen op iemand zijn hoofd op een stream zou staan, is dat geen enkel probleem. Nu, je hebt grenzen. Ja, ik heb ook grenzen. Dat is not done, hè. Maar daar is dat blijkbaar geen probleem. Dus ja, bedrijven hebben zoiets van, ja, wij willen ons daar niet mee associëren. Dus ik kan dat langs één kant wel begrijpen. Het is niet enkel achter de creator dat je moet staan, maar ook achter het platform waar de creator op streamt. Dus ik kan dat wel begrijpen. En dat is hetgeen wat me momenteel echt tegenhoudt en belemmert. Er is niemand die met mij wilt samenwerken. Mijn agency zit vast. Ik heb geen nieuwe mensen in de community, want er zijn gewoon geen nieuwe mensen die mij kunnen bereiken via die weg. En alle eerlijkheid voel ik me wel een beetje lonely. Op Twitch was het een beetje toxiek. Er zijn altijd haters, dat is altijd. Dat ga je altijd hebben. Maar ik heb liever haters dan gewoon niemand. Want er zijn geen mensen waar je gezond mee kunt concurreren. Er is niemand. Ik ben er alleen. En dat houdt mij niet meer tegen. Ik heb altijd gezegd, ik ga niet meer terug naar Twitch, want ik kan mezelf daar niet zijn. Ik kan mezelf wel zijn op Twitch, ik kan alleen niet te eerlijk zijn of te veel zeggen. Je hoeft niet alles te zeggen, je moet altijd eerlijk zijn, maar je hoeft niet alles te zeggen. Je hoeft niet over bepaalde onderwerpen uit te wijden als dat niet achter gevraagd wordt. En dan zeker niet op een streamplatform. Gaandeweg, ik ben een jonge gast van de 21 en ik moet 20 keer op mijn bek gaan voor ik het snap. Heb ik wel ondervonden dat uw uitspreken over zulke materie niet echt interessant is. Dus gaan we dat gewoon laten. Gaan we gewoon laten. Iedereen is welkom, maar ik ga het niet meer hebben over zulke kwesties. Waar ik het wel over ga hebben is de fucking gym. Want we gaan lekker knallen. We kunnen terug bicepjes gaan sparen. Ja, is nog een positief punt, want er zijn terug kanaalpunten. Noem maar op, er zijn zoveel
positieve invloeden om terug naar Twitch te gaan. Ik zou niet weten waarom ik het niet probeer. En er gaan sowieso mensen zijn die zeggen van, oh, Slars, je gaat nooit meer terugkomen. Dat heb je altijd. Je hebt altijd mensen die gaan zeuren. Je hebt altijd mensen die gaan meuten. Altijd. Dat heb je altijd. Dat is gewoon zo. Hey, negatieve reclame is ook fucking reclame. Dus I don't fucking care. Maar we are fucking back. Dus bij deze 14 juli komen wij gewoon terug met onze comeback op Twitch. Nog altijd met dezelfde partners. En dikke shout-out naar die partners, want die hebben mij blijven supporten een maand, een jaar en een maand lang. Een jaar en een fucking maand lang hebben die mij blijven supporten. Zijnde Boom Energy, Y-Food en de fucking Weirdux Gaming is ook back in the scene. Dus hebben we ook weer back. Dus we hebben drie mooie samenwerkingen die me zijn blijven steunen tijdens mijn overgang naar Kick. En die gaan nu terug naar Twitch meegaan. En ze staan er allemaal achter. Het uur zal ik nog wel posten hieronder in de reacties of op mijn Discord. Dus zie dat je zeker als mijn Discord ook volgt. Heel simpel. Discord.gg/DardroFam. That's it. De DardroFam is back op fucking Twitch. We gaan fucking knallen. Ik ben terug. We gaan er het beste van maken. Ik hoop jullie allemaal de 14 juli op mijn kanaal zijn op fucking Twitch. Dardro is back. Bedankt om deze video te kijken. Ik zou zeggen, deel het massaal. Zie dat je er allemaal bij bent. En we gaan ook iets mooi weggeven. Ja, bij deze. Even beslist. We gaan iets mooi weggeven op de stream. Dus zie dat je erbij bent. Misschien wel streamracer. Of maar was een stream. We gaan het zien. 14 juli terug op mijn kanaal. Op twitch.tv/Dardro. Bedankt om erbij te zijn. Thanks om deze video te kijken. Ik zie jullie maandag. En dan zeg ik zoals altijd, flex die biceps. En joejoe.